هذا ابراهيم واي واي يو اخت مانا واي واي بوسي في بيتاج واي واي عكتي بيتاج واي واي نخيتي بيتاج واي واي خين بيتاج فور واي واي ينوي خندور واي واي برايم برايم Jawel, mensen, hier zijn we weer met een gloednieuwe video, dames en heren. Ja, wat een enthousiasme daar bij jou op beeldscherm. Hé, hey, het is vandaag een hele speciale dag, hè Bilal? Ja. Waarom is het een speciale dag? Brahim gaat... zagen. Klopt alles al. Nee, we gaan ver... Verhuizen. Zoals jullie zien, allemaal verhuisdozen hier op de achtergrond. We gaan weg. Het is over en sluiten. We gaan naar een andere. Naar een nieuw huis. Naar een nieuwe huis, dames en heren. Ja. Hè? En vind je dat een beetje spannend, Bilal? Ja. Klein beetje of heel veel? Heel veel. Heel veel. Bilal is al weken in spanning. Ik heb jullie helemaal niks verteld, dames en heren. Dat moest een beetje geheim blijven. Maar het is eindelijk zover. En Bilal gaat ons... Helpen. En waar ga jij mee helpen? Zagen. Er moet echt heel veel gebeuren in het huis. Voordat je verder gaat, vergeet alsjeblieft niet te abonneren, dames en heren. Toch of niet? Ja. Dus vergeet niet te abonneren. Hieronder. Even snel doen. En dan verder kijken. Ja. Mensen zijn allemaal aannemers. Ik heb allemaal bedrijven heb ik uitgezocht die ons helpen overal mee. En ik moet je zeggen, dit zijn toppers. De mensen die bij mij aan het werk gaan. Ga je doen? Alle... Mensen, ik heb zorgvuldig heb ik gekeken naar allemaal bedrijven die mij helpen om het huis op en top te maken. Wat ik echt belangrijk vind om aan te geven, dit is niet om te laten zien van hey, kijk nou hoe goed het gaat. Het gaat lekker, alhamdulillah, en ik werk er hard voor. Dus dit is niet om te laten zien van kijk eens wat ik allemaal heb en zo. Maar ja, die bedrijven die mij helpen, die wil ik toch wel promoten. En het zijn toch wel bedrijven waar ik echt super goed naar heb gekeken. En waar ik 100% achter sta. Dus... alle informatie over alle bedrijven die mij helpen om het huis op en top te maken, link in beschrijving. En als je iets tof vindt of vet vindt, ja, zou ik zeggen neem vooral contact met ze op. Of niet? Ja. Want wij zijn echte... echte mannen. En wij geven iedereen alleen maar... liefde. En wij zeggen altijd... Dat zijn we tijd. Positiviteit. Aarde... Aarde weg zit. Nou, kom, hup, we gaan zagen. Zagen, wie de... Wacht, Willem. Ja, het is bijna zover. Oh jee. Wie is dat nou? Ja. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ik ben te laat. We moeten maar 8 uur beginnen. De 10 uur. Jongen, maar geen probleem. Nee, rustig Willem, rustig. Wat ga je doen? Ga je werken? Oké, kom. Koffie of een gelijk beginnen? Koffie? Nee? Kom. Geen koffie. Sorry, we zijn een beetje te laat. Ja, ga niet zo. Eerste keer, hè? Eerste keer. Assalamu alaikum. Hey, zal ik je wat vertellen, Bilal? Dit wordt jouw kamer. Dit is jouw kamer. Ah, nee. Ja. We gaan hier deur maken. Hier komt de deur. PlayStation, hè? Huh? Air open. En dan cola. Huh? Kijk, hier komt de wasmachine, Bilal. Wasmachine? Ja, en de droger. Een droger. Ja, en allemaal kastjes. Kastjes. Ja. En dit, hier, kom eens hier kijken. Dit wordt jouw kamer. Kamer? Ja. Wat klein je? Kijk, daar zie je. De West. Je bent druk aan het werk, hè? Ja. Goed. Ja. Oh, ja. Mooi klusje voor jou, Ja?
Oké. Ja. Je moet zo doen. 40 gaat. Niet 41, maar 40. Nee, vanaf hier. Vanaf hier. Oké. 40 centimeter, Bilal. Was 40? 40? Nee. Ja. Nee. Goed zo. Kijk. Strippen. Ja? Ja. Alsjeblieft. Doei. Zo. Voor niet gefeit. Oh, goed. Goed, toch? Voor ieder? Nee. Nee, nee, nee. Hier. Hier. Zo. Ja. Zo. Oké. Nog. Moet 3, 4 keer 40. Nou? Ja, moet ook gisteren bewaren. Vandaan zo. Zitten. Kijk, deze. Wat zie je? Wat is dit? Dit is een... WC. WC. Kijk, dit gaat allemaal weg. Die gaat weg. Die gaat weg. Die teugels gaat weg. Er komt een gloednieuwe WC. Gaan we een nieuwe WC doen. Kijk, wat is dat? Dit is de keuken. Keuken. Nou, die hele keuken daar gaat allemaal weg. Er komt een hele grote nieuwe keuken daar. En daar... Oh. Kijk, je ziet al een beetje tekening, hè? Kom maar even kijken. Nou, hier komt de tv. TV? Ja, een hele grote... TV. Een hele grote tv, Bilal. Kijk, ze hebben allemaal moeie. Kijk hier, wat een pijnhoop hier. Kom eens even helpen, kom. Kom, ga maar. Nou, dit vindt hij eng, hoor. Ja, ga? Ja. Ja, kom op. Hij is toch een echte man, hè? Hé, joh. Ik ga je helpen, kom. Ik ga je helpen. Ja, kom maar. Kom maar, zit. 1, 2, zit. Kom, nog meer. Nog meer. Eerst naar boven, eerst omhoog. Eerst omhoog. Eerst omhoog, kom. Jongen, 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 jongen. Nou. Dan ben je toch geen echte man? Probeer. Ik ga je helpen. Ja, probeer. Goed zo. Ja. Ja. Kijk. Makkelijk. Goed zo. Hou vast. Zit. Ja. Goed zo. Ga maar. Ga maar. Goed zo. Ja. Ja. Goed zo, Willem. En nu deze been. Kom maar, deze been. Ja. Goed zo. Goed zo. Ja. Ja. Hey! Probeer. Ga maar. Goed zo. Probeer. Dit. Dit. Ja? Springen! Nee! Ja joh, ik weet niet wat ik kan doen. Springen! Ja? 1, 2. Echte? Echte pannen. Ja, maakt me helemaal vies. Ja, zo. Nou, zo. Kom, gaan we. Dus 18 centimeter. Hebben jullie daar problemen mee? Ik heb geen probleem, maar deze stukjes dieper. Ik wacht als dat is wat eerder is, geen probleem. Dan gaat die dingen niet... Mooi, maar doe je... Gaat die muur. Ik ga het gewoon plaatsen, doe je ding. Nou, bedankt. Komt extra werk voor je. Interview. Kost jou niks. Dit is real. Apart systeem. Heb je gas nodig dan hier in de keuken? Nee, ik ga elektrisch. Want over 10 jaar of 20 jaar gaan ze stoppen, moet ik jullie weer bellen. Ja, maar het is wel lekker te koken met gas, hè? Het is wel lekker te koken, het smaakt lekkerder. Gas?
gas. Ja. Hij zegt elektra, maar ja, ik weet het niet, joh. Ik ook niet. Nee? Ik eet alleen maar. Naar gaan billen. We zeggen billen. Hij is precies alles weg. Hey, ik ga het vandoor, man. Is goed, is goed. Rustig aan, hè. Ik zie jou maandag. Is goed, maandag rond, voor 12 uur. Ik denk... Bel me gewoon van tevoren. Hey, hoi, hoi. Staat vast, hè. Voor 12 uur. Ja, man. Billen even zo meteen halen, die gaat me even helpen hier zo. Moet helemaal goed komen. Hi, assalamu alaikum. Waar is het begrepen? Waar? Al je goed? Waar? Ben je goed? Ja. Goed zo. Nou, Billen, weet je wat we gaan doen? We gaan dit. Gaan we allemaal opruimen. Yeah. Ja. Ja? Oké, begin maar. Ja, deze tegels. Hier. Alle tegels bij elkaar, ja? Nee joh. Nee, Bilal. Ga nou joh, gek. Echte man. Ja, echte man. Terwijl deze man bezig is, laat ik jullie alvast zien. Het ziet er echt lekker uit, deze wc. Ik hou echt mijn hart vast, man. Het plafond wordt nog verlaagd. En ik heb een ander probleem. Dat is als volgt. Die geeft altijd complimenten aan Khadija en zo, maar check deze. Kijk. Het is gewoon helemaal roze van Sophia, die wil de roze hebben. Kijk dan. Dus het blijkt nu dat Khadija dit nu te roze vindt. Ken je die? Dus, hij moet helemaal opnieuw geverfd worden, man. Dus die kost een aardig op. Ik ben er ook echt niet blij mee. Ik was er echt boos over. Maar de mannen denken dat ze de baas zijn. Er is geen baas. Tenminste, er is wel een baas. Dat zijn de vrouwen. Kijk hoe groot de ondergrond, hoe dik die is. Dus we hebben echt flink moeten verhogen. Voor dit stukje hier, weet je wel. Dus de douche zat daar en het wordt nu hier. Nou, hier. Hier moeten nog lichtjes komen. Maar dit is in principe klaar. En hier is het nu wat minder. Maar dit is blauw. Ik had eerst één muur gedaan hier. Hier achter me. En de rest niet. Maar toen kwam in één keer Binnenlandse Zaken. Die zegt, nou, het moet allemaal blauw. Dus dat moest ook nog even erbij komen. Dus die kosten lopen ook weer op. En, vind je het leuk? Ja? Nou, we gaan even kijken of deze gozer de tuin in durft, want hij zit te snel. En jullie weten, daar heeft hij niks mee, hè? Dus we gaan even kijken. Nou, kom, Bilal. Nee. Wat? Nee, deze. Kom, help eens. Ja, leg maar buiten. Nee, daarachter. Daarachter. Nee. Hè? Wat? Nee. Wat? Je komt toch helpen? Wie? Jongen. Kijk, ik ben oud, man. Kijk. Daar. Wow. Zie je dat? Nou, nu Bilal. Hè? Je komt... Ja, doe maar. Ben je sterk? Ja, maar. Juist. Goed zo, Bilal. Ja. Kom op. Hup. Lekker naar buiten. Ja. Helemaal naar achteren. Ga maar. Ja, goed zo. Ja. Ga door. Ja. Ga door. Bijna. Goed zo. Oké, leg maar neer. Goed zo. Ah. Echte nog, Khadija. Hé, Jos, ga uit de lepper. Spices of Marrakesh, the master in spices. Het juiste adres voor alle heerlijke unieke smaken en kruidenmixen. Onze kruiden worden door onszelf geproduceerd in onze eigen fabriek. Bestel nu eenvoudig via onze webshop, spicesofmarrakesh.nl. Of bezoek een van onze vestigingen. Voor groothandelsaanvragen kunt u contact opnemen. Thank you.
Ik heb die kamer, die roze. Ja? Zegt mevrouw, hij is te roze. Moet hij helemaal opnieuw, hè? Maar als je geen kleur waar je dan. Jawel, maar ze had niet verwacht dat hij zo donker was. Ja, ja, ja. Jawel, wat zou jij doen aan hem? Luisteren of zou jij... Luisteren. Het is bijna klaar. Maar bij onze ouders ging dat anders, toch? Ja, dat is wat anders. Anders tijd, hè? En mijn ouders zijn blij als je een verf hebt, wit of roze of... als hij maar geverfd is. Hij is niet bezig met woorden, maar het is echt super gevoelig. Dus het kan echt fout gaan. En als het niet fout gaat, is het echt een dure, dure grap. Dus ja, ik durf eens te kijken, man. We hadden natuurlijk gisteren een fout gemaakt met die kleur. Wil je zien hoe het is geworden? Kijk. Ah, een stuk beter, hè? Een stuk lichter. Zo. Ja? Ik zeg, als deze nu kapot zou gaan, dan hebben we echt serieus een probleem. Ja, dit probleem is vervangen. Deze draad laten halen, nieuw erin gaan weer, is moeilijk. Maar het gaat goed, joh. Ik heb de vorm, jij niet? Nee. Een camera vasthouden is wat lichter dan een bord. Zo heet dat. Nou, hij is er weer. Kom, gaan we even helpen. Kijk, niet één, maar twee. Eén, twee. Ja. Kijk. Ze moeten wassen voor de extra hygiëne. Speciaal voor jou. Mooi wc'tje. Ja. Wat ga je doen? Hallo. Wat ga je zien? Voor wie is deze kamer? Hè? Mijn kamer. Nee, pak het niet. We gaan het samen tegen de muur doen. Even kijken, ja. Hoogte en zo. Dus je mag... Dat is even bepaald. Zij zegt van oké, dan maak ik een streepje. Ik bepaal, hè. Dus zij bepaalt. Wacht even binnen. Ja, moet je mij niet vastpakken, joh, gek. Even kijken. Wat denken jullie? Is het zo goed? Ja, ik denk dat hij zo wel prima is. Ja? Ah, ik wil hem sowieso niet te hoog hebben, Femme. Ja, voor jou natuurlijk. Dus helemaal goed, hè? Natuurlijk, hè? Nog ook kijken? Ja, ik vind het wel prima. Ja, zo is het goed. Dat is prima, ja. Goed zo binnen, die houdt mee tegen. Heel goed. Ah, die is een buik, hè? Die is vet. Ah, jee. Die doet niet mee. Kom, stop. Die doet niet. Hier, dit is bij achter die keuken. Kijk, dit gaat er uiteindelijk echt gruwelijk uitzien. Het ziet er niet uit nu zo, maar let maar op. Het wordt allemaal een stuk witter, een stuk beter. Normaal gesproken staat daar een lampje. Ze hebben dat wel eens vergeten en hebben ze daar een gat in geboord. Dus dat is echt een behoorlijk probleem. Dan krijg je die kast hierboven, weet je wel? Hier zo. Nou, ik zeg jullie heel eerlijk. Kan echt niet. Dus ja, of de tegel moet er helemaal uit, wat heel veel tijd kost en werk, want morgen moeten ze de PVC komen leggen. En dan moet het hier eigenlijk klaar zijn, want die deadline ga ik waarschijnlijk gewoon niet halen. Of er komt daar een stopcontact met een klepje, weet je wel. En dan moeten ze weer boren hier, zodat die verlichting in, en je hebt een LED-verlichting in die spiegelkast, wat je later gaat zien. En dan moet je kijken, ze moesten boren. Deze was helemaal klaar, deze kamer. En dit moet weer helemaal strak gemaakt worden. En ik zit nu echt in stress, want ik moet nu echt het huis in eigenlijk. Al een paar weken geleden. Dus dit is wel frustrerend. Wat hoop ik nou weer? Ja, hou maar op. Ik vertel ze net over het probleem. Oké. Okay. Maar hij blijft altijd lachen. Ik wel. Ze moeten nu eigenlijk egaliseren hier. Dus ze moeten ze allemaal strak maken, maar het is gewoon één grote puinhoop. Dit is allemaal al erop gezet.
voor de elektricien. Ja. Het blijkt dus dat hier ook een fout is gemaakt door mij. Want hij moet helemaal doorgetrokken worden, dit. Dus ik weet echt niet of ik die deadline ga halen, man. Ik heb nog een week, moet alles klaar zijn. Ja, hij zit erin. Zit hij erin? Hij zit erin. Ja. Hey! Onze grote vriend is er, dames en heren. Ja, 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 ja. Hey! Oude reus. Kijk eens, morgen komt de keuken, Bilal. Keuken? Ja. Ga Bilal maar helpen. Salam alaikum. Hoe gaat het, jongen? Zo. Hier, oké, okay. Ja, oude reus. Laat hem werken, hè? Hey, luister eens. Morgen, morgen komt de bed van Bilal. Bad. Ja. Hé? Bilal, kom maar. Hier, doen. Oh, hij is het. Hij is het. Oké, dan gaat hij weer eruit. Hier, doe maar weer eruit. Doe maar. Oh, dit is een Venus geboord, man. Bilal, geef maar aan Mohammed. Tandarts. Nee, joh, gek. Geef. Hey, joh. Dat is gek. Nou, Bilal heeft hier een mooie uitzicht, denk ik. Hè? Wat ben je nou aan het doen, dan, joh, gek? Nee, joh! Kijk uit! Joh, wat zei hij? Ik denk van je gaat wel aan de lente, goed. Hé, Bilal doet het wel goed of niet? Ja, joh, hij doet zeker goed. Weet je hoe die aan het vasthouden is? Weet je nou alsof zijn leven ervan afhangt. Kijk eens. Ja, ik ben nou aan het kittelen, maar. Ja, dat moet je wel vasthouden, Bilal. Hij vindt de boormachine. Hier, even zijn oren boren. Zijn oren? Ik ben bang in het donker. Kijk hem eens met zijn handje, man. Echte mannen. Ja, echte mannen. Kijk eens, alsof die aan het surfen is, die gek. Wat zie ik daar, Bilal? Wat is dat nou? Heb je nou geschoren? Waar is je paard? Weg. Waarheen? Waar naartoe? Ai, 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 Bilal. Kijken. In die snor, kijken. Ai, 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 Bilal. Zonder hem waren we nog steeds bezig, bro. Ja, die man is goud waard. Oké. Pak maar die hele kabel, die zit voor. Wacht. Dat is helemaal niet jouw telefoon, vriend. Leg jij eens mee, snel terug. Prime Vlogs. Wat is die gozer van de toen dan? Wat is dat? Ja. Is die voor mij? Ja. Lieve Brahim. Jij bent de allerliefste van de hele wereld. Er is geen betere persoon voor mij op deze wereld. Khadija is niet lief. Khadija mag niet meer mij ophalen. Alleen Brahim mag mij ophalen. En Khadija mag nooit meer komen. Ik ga niet meer met Khadija op vakantie. Alleen met Brahim. En Brahim is de allerliefste. Khadija is niet lief. En Khadija niet verhuizen. Alleen Brahim en Bilal. En Khadija mag ook niet meer Bilal ophalen. Heel veel liefde en positiviteit. Arrivederci. En die? Hè? En die? Oh, zit. Ja? Zit, ga maar staan.
Slaan. Hierop. Rustig, zijn buren. Eerst de onderkant. Slaan. Mooi, sterk. Goed bezig, vriend. Ja. Ja? Ja. Zo. Wat doe jij hier? Stop nou. Zo, meneer Kambiele. Hij heeft ons hard geholpen vandaag. Zo. Dus eventjes weer neer. Kijk naar mij. Ik heb alles neergegooid. Oh, schat, hoe is het? Hey, Bilo. Nee, ik ga ook mee. Waar ga je nu heen? Kom. Waar ga je nu heen? Hallo. Geef eens hier. Hallo. Je moet even helpen. Morgen. Hoe moet je wachten? Morgen. Waar ga je heen dan, Bilo? Hallo. Bilo. Wat is dat? Hoe doe je zo terug? Je moet helpen. Nee, maar morgen. Hoe doe je morgen? Hé, hier. En vandaag? Hallo. Ook? Ja, maar je gaat nu met Khadija mee. Gaat het ons mee, help, Bilo. Brian? Ja? Brian? Ja? We moeten naar bed. Boven. Ja, maar dan moet je toch helpen? Brian! Ja, jongen. We moeten naar bed. Ja, je zegt geen dag, doei, je gaat gewoon weg. Jongen, hij is gewoon weg. Hij zit van die zijn als weg. Wat liefde.